economische ontwikkeling. En komen multinationals weer aan de onderhandeltafels om een betere, ja, om de toekomst eigenlijk nog slechter te maken voor ons allemaal. Dus het is belangrijk dat wij de mogelijkheid krijgen om hier tegen op te treden en een alternatieve toekomst samen te creëren. Dus ik ben super blij dat we toch met 30 mensen hier zijn vandaag. Yay. Heel blij met mooie mondkapjes en alles. Kan je zien of we live zijn? Kan je het Facebook? Ik moet een beetje denken wat ik in de trein heb wel gedacht. Daarnaast zou de overheid
deze, die dit aankaarten, niet zou moeten criminaliseren. Terwijl ze de rode loper uitleggen voor Shell. En haar zakken ook willen. Zelf kinderen, 2, Jesse en Robin. Ze zijn 11 en 12 en ik maak me zeer ernstig zorgen over hun toekomst. Ik ben bang, heel erg bang, dat zij niet kunnen opgroeien in de welvaart waarin ik ben opgegroeid. En welvaart is voor mij welzijn, samen zijn, zorgen voor de aarde, zorgen voor elkaar. Ik ben heel erg bang dat wat hun te wachten staat, een ernstige ramp is. En ik wil heel graag dat de overheid hun perspectief biedt voor de toekomst, voor het leven, hier en overal. De aarde bovenop. En ik ben een beetje emotioneel ervan. Ik hoop echt dat deze dag gaat helpen om tijd te keren. En dank al dat iedereen hier is voor dit doel. Hey, extra hard applaus, dus dat is echt heel mooi. Wie dan? Ik wil een paar leuke voor jullie. Nee, dat is geen leuke. Oké, dan ga ik geheel onvoorbereid gaan zeggen wat ik ervan vind.
Ik sta hier namens Greenpeace, maar ik sta hier vooral namens jullie en al de mensen die hier niet bij kunnen zijn, maar die dat wel hadden willen. Staan we weer, echt op een koud pleintje, een beetje lullig te zijn. Terwijl de echte beslissingen op dit moment genomen worden onder de oude jongens die het met elkaar zo lekker gaan regelen voor ons. Dacht het niet. Wij tekenen protest aan en we stoppen niet tot dit ophoudt. Die banden tussen olie en staat zijn desastreus voor de belangen van deze mensen hier. De belangen van onze kinderen. De belangen van de mensen wereldwijd die nu gewoon overstromingen leven, bosbranden, hongersnoden en heel veel andere ellende. En ze zagen het aankomen, ze wisten ervan en ze gaan gewoon door. Wij hebben hier een punt te maken dat we niet laten afnemen. Wij maken een punt voor democratie, wij maken een punt voor toekomst, wij maken een punt voor de belangen van de meest kwetsbare mensen. En dan kunnen ze nog zoveel politiebusjes om me heen zetten, maar wij gaan niet weg voordat we gehoord worden. Dus gemeente, we staan hier met een melding. We hoeven geen vergunning te vragen voor dit. We hebben recht als burgers om hier te staan. Dit is de laatste keer dat onder het voorwendsel van allerlei moesjes de democratie wordt ondermijnd. Dat zelf een podium wordt gegeven en dat wij monddood worden gemaakt. Dit is de laatste keer dat wij als klimaatbeweging ons laten afschepen met een lullig pleintje. Want al die mensen die thuis zitten, die er niet bij kunnen zijn, die zien ons en denken, is dit nou de kracht van de klimaatbeweging? Is dit nou onze hoop? Nee, die hoop is veel groter. Die hoop die zit thuis, die wil de straat op, die wil ons van zich laten horen. En dat laten wij ons niet afnemen. De volgende keer zijn we met 10 keer meer. Keer daarna zijn we met 100 keer meer en we houden afstand, we zorgen voor elkaar, maar we laten niet onze stem afpakken voor de belangen van het grote kapitaal en Shell. Ja? Oké, dan wacht.
het is 10 uur. Ik stel voor dat we 5 minuten stilte in acht nemen voor alle slachtoffers van Shell wereldwijd. In het verleden, in het heden en de toekomst. Als je wil mag je je vuist in de lucht gooien, als je wil mag je knielen, als je wil mag je je hoofd buigen. Geef uitdrukking aan je respect voor de slachtoffers van Shell wereldwijd.
dankjewel. Is er iemand die iets wil zeggen? Dan stel ik voor dat we even ophouden met boos zijn en boel roepen. Er staan hier echt fantastische initiatieven en laten we elkaar inspireren ook. Wie is hier bezig met een initiatief om de wereld beter te maken? Ja, dacht ik al. Zijn er mensen die willen vertellen hoe we de wereld gaan veranderen? Wat we de komende tijd gaan doen met elkaar om dit beter te maken? Voilà. Hoi, ik ben Ietse van Paarse Kliniek in Nederland. En wij zijn momenteel bezig met een klimaat in de klascampagne. Want ook Shell heeft nog steeds een heleboel invloed in het onderwijs. En we willen eigenlijk net als in Italië dat klimaat een belangrijker en verplicht onderdeel van het onderwijs wordt. Want op dit moment is er vaak, staat er op foute informatie. Of worden bedrijven als Shell half vereerd en gaan klassen naar Shell toe om daar dan een dag les te krijgen en dat zou gewoon niet moeten kunnen, want je gaat toch ook niet een natie uitnodigen om de Holocaust uit te leggen. Dat is gewoon, moet je gewoon niet doen. En ja, daar zijn wij nu mee bezig. Hallo, ik ben van Code Rood en ik ben actief bij de campagne Shell aan het vol. Want wij vinden dat we het eindelijk eens moeten gaan hebben over iets wat Shell zelf al decennia lang deed. In een duurzame en rechtvaardige toekomst is geen plek voor bedrijven als Shell. Wij moeten er samen over gaan hebben hoe we Shell gaan afbouwen. Dat had al tientallen jaren geleden moeten beginnen. De top van Shell maakt al decennia lang superveel winst over de rug van hun eigen werknemers. Die nu, waar nu duizenden van waarschijnlijk van worden ontslagen. Omdat hun bazen niet de verantwoordelijkheid hebben genomen om eerlijk te zijn over de ernst van de klimaatcrisis. De rol die Shell hierin speelt. En wat ons te doen staat. En dat is het afbouwen van bedrijven als Shell. Dus, doe mee en Shell maakt vol. Hij doet het gewoon.
Zo. Wij staan hier namens reclame fossielvrij. Wat Shell vandaag doet op de klimaattop is dat ze het liefste doen zichzelf te presenteren als een partner in de klimaattransitie. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn dader in de klimaattransitie. Wij willen hun dat podium ontnemen. Door overheden en zoals gemeentes te bewegen te stoppen met het vertonen van reclame voor Shell. Met kranten te bewegen om te stoppen met editorials en branded content voor Shell. En vooral om te komen tot een wet die alle fossiele reclame verbiedt. Shell mag zich niet meer presenteren als groen bedrijf. En dat moet stoppen. Iemand van de lokale politiek, die wil ook even vragen wat hij daarvan vindt. Oké. Zullen we daarheen lopen? Arjen, mogen we jou wat vragen? Oké, wie ben jij?
ben. Mijn naam is Anneke Pijs. Oké. Okay. En ik ben de fractievoorzitter van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Oké. Ik ga ook een bril opzetten. Dan, ja, dat staat goed. Ik ken de mensen maar hier. Ja, je bent nu op de livestream. Daar gaat de wereld. Bij de kijkers. Wat vind je ervan dat wij nu hier staan in plaats van dat wij bij het Shell-gebouw mochten staan om naar EZK te lopen? Dat we een onmogelijke plek hadden toegewezen gekregen. Wat vind je ervan als fractievoorzitter van GroenLinks Den Haag? Ja, ik heb daar wel vragen bij. Want ik heb niet de... Ik heb precies de achtergronden niet, maar zo op het eerste gezicht vind ik het bijzonder dat, dat jullie niet dat stukje zouden mogen lopen tussen zichzelf en deze kamer. Ja. Ja, nou goed, de achtergrond is corona. Maar er werd ook gezegd dat ze ons niet vertrouwen omdat XR erbij is, omdat Code Rood erbij is. En ik vind dat dus niet zonder aanziens des persoon. Want we wilden gewoon een vreedzame demonstratie, een leuke demonstratie doen. We vinden dat heel gek lopen. Ook dat op het allerlaatste moment, vrijdag om 4:15, werd gezegd van het mag niet. En was het eigenlijk al te laat om dat bij de voorzieningenrechter aan te kaarten. Hoe is het gesteld met het demonstratierecht in Den Haag volgens jou? Oké, beste mensen. Nou. We gaan richting de afronding voor vandaag, maar hier laten we het zeker niet bij. Want wij staan hier eigenlijk voor heel veel mensen de wereld over die onder Shell en hun extractivistische partijen... Ik ben een paar bewegingen vergeten te noemen, die herinner ik me nu weer. Dat zijn XR, klimaatmoeders, milieudefensie. Volgens mij ben ik er nog een paar vergeten. Maar als dat in me opkomt, dan vertel ik het. Ja. Wij laten het hier zeker niet bij. Wij gaan binnenkort hier de straat op om de banden tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Shell duidelijk te laten zien. We laten het echt hier niet bij. Daarnaast vinden wij deze plek echt super, super, ja... dit is echt gewoon een vervelende plek om te moeten staan. We zouden echt voor het gemeentehuis moeten staan. Eigenlijk hadden we gewoon voor het ministerie moeten staan. Dus we laten het hier zeker niet bij. En als derde komt er ook in maart een grote klimaatmars. Dus sluit je aan en nodig ook vooral partners uit. Hè? Wij zijn de klimaatbeweging, maar er zijn ook nog veel andere bewegingen. De banden die eigenlijk ook onder klimaatverandering lijden, maar dat is misschien niet hun grote focus. Dus door samenwerking kunnen we echt veel verder komen. Dus kijk verder dan alleen maar de met wie we altijd samenwerken. Dus bij deze. Ik dacht aan EZK, Brik met Shell. EZK, breng met Shell! EZK, breng met Shell! EZK, breng met Shell! EZK, breng met Shell! Demonstreren is een recht! Kunnen we die nog doen? Ja. Demonstreren is een recht! Demonstreren is een recht! Demonstreren is een recht! Okay. Nou ja, je hoort het net. Demonstreren is een recht. Ja. Is het dat in Den Haag? Ja, kijk. Dus de stad in Den Haag zijn 1000 demonstraties per jaar. Hè? En het gaat heel vaak goed. Maar ik vind dat we daar ook heel scherp op moeten zijn. Dat het altijd goed gaat. En dat er altijd een oplossing moet gevonden. Waarbij een goede balans wordt gevonden tussen het recht van demonstratie en andere belangen, zoals de openbare orde. En in dit geval kun je daar wel vraagtekens bij zetten. Of die afweging, hoe die gemaakt is. Ja. Dus
vandaar dat ik hier ook ben, om ook even zelf te kijken van hoe verloopt het hier nu en Okay. Daarom ben ik hier. Super, dankjewel. Het hoofdonderwerp waar we ook niet ons van af moeten laten leiden. Dat Shell spreekt bij de Klimaatdag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat vind je daarvan? Ja, ik als GroenLinks hadden wij ze niet uitgenodigd. Laat dat duidelijk zijn. We hebben ook in de Haagse gemeenteraad veel tegen het Shell de Koffiefestival geageerd. We hebben hier in de stad Den Haag afgesproken dat we in ieder geval alle financiële bonden en dergelijke verbreken met het Shell. Dat er geen circuit geld op enkele manier geld naar Shell gaat vanuit de gemeente. Ja. Ja, en ja, wat. Want Shell is, zoals we allemaal weten, 95% van hun investeringen gaan nog steeds naar het opvoeren van olie en gas. En dat is echt onderdeel van het probleem, maar niet onderdeel van de oplossing. Zijn alle geldstromen naar Shell vanuit Den Haag verbroken? Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld in Marjan Verloon nog steeds in de Economic Board Den Haag? Ja, helaas wel. Ja. Ja. Dat voor ons betreft zou ze ook niet in hoeven zitten. Maar daar zit ze in. Ja. Ja. Maar daar vechten jullie wel tegen. Dat is algemeen bekend dat wij daar niet. Dat wij er niet voor zijn. Ah. Oké, okay, heb je nog een laatste boodschap voor de toekomst? Ja, dat ik heel graag vind hier op maandagochtend staan in een eigen vrije tijd. En dat ik zeker weet dat de mensen die hier staan, dat die een enorme grote groep, nog een veel grotere groep mensen vertegenwoordigen. Ik denk dat. Ja, dat de overgrote meerderheid van de mensen in Nederland wil dat we echt wat klimaatverandering gaan doen. Ja, en daar is Shell helaas geen hulp bij, maar echt een blokkade. Dus heel goed dat die aandacht voor gemaakt wordt. Dankjewel. Succes. Nog meer? Zullen we nog wat mensen spreken? Ja, we gaan nog een paar interviews doen. Ja. Een paar vragen stellen aan wat mensen. Bellen? Nee, ja, maar wij mogen wel inbreken. Of okay. Kunnen vragen waar ze het over hebben. Hoi. Hoi. Wie zijn jullie als ik vragen mag? Wie zit op de livestream als je dat... Fantastisch, leuk. Dag mensen thuis. Hoi. Hoi. Ik ben Ivo van Milieudefensie. Ah ja. Maar ik sta hier eigenlijk ook vooral namens mezelf. Omdat ik ontzettend pissig ben dat we niet mogen demonstreren. Een demonstratie is een grondrecht. Ja. En je hebt vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie. En ik vind het heel idioot dat Den Haag heeft verboden om vandaag met z'n allen een statement te kunnen maken over de idiote situatie dat Shell betrokken is bij de klimaatdagen van EZ. Maar ik ben vooral ook nu even heel erg boos dat we niet mochten, of dat de demonstratie is verboden. Ja. En jij? Ja, hetzelfde. Ik ben Pelle, ik werk bij Greenpeace, maar ik sta hier ook echt wel namens mezelf als burger. Dat ik het echt ongelooflijk vind waar de prioriteiten van deze overheid liggen. Ja. Dat op een moment waarop je eigenlijk een heel serieus gesprek met elkaar moet voeren over het klimaat en over hoe hard zeg maar, de klimaatcrisis al aan het gebeuren is en wat we daar aan kunnen doen, dat je dan eigenlijk een partij die al decennia lang op allerlei manieren de boel tegenwerkt, gewoon prominent op het podium zet. Dat vond ik niet kunnen en daarom wilden we heel graag actie voeren. Maar als je dan als gemeente dat niet faciliteert, maar eigenlijk gewoon op allerlei manieren ondermijnt. Ja, wat zijn dan je prioriteiten als democratie? Wat is dan zeg maar je grondrecht als burger waard? Daarom stonden we hier vandaag. Ik denk dat het heel belangrijk is om even te zeggen dat dit echt een gezamenlijke inspanning was van heel veel groepen en organisaties. Om die even af te kunnen zien. En dat is ook echt belangrijk om als beweging dit soort momenten aan te grijpen om te laten zien dat we dit belangrijk vinden om ons uit te spreken.
En dat we samen staan. En we zijn niet op alle punten met elkaar eens als beweging, maar op dit punt wel. Dat we gewoon het recht hebben om ons uit te spreken. En dat we eigenlijk allemaal zien dat, dat grote vervuilers als Shell nog steeds het podium krijgen van de overheid. En dat de stem van jongeren, de stem van klimaatbezorgde moeders die hier vandaag waren, de stem van allerlei mensen in het globale zuiden, in Nigeria, de Filipijnen, die rechtszaken voeren tegen Shell, dat die eigenlijk gewoon een beetje weggemoffeld worden. En Marjan van Loon het nog een keertje heel mooi kan uitleggen waarom ze partner zijn. Maar Shell is geen partner, Shell is een dader. Dus daar wil ik even laten. Dankjewel. En hebben jullie misschien nog een boodschap die jullie aan de kijkers thuis mee kunnen geven? Misschien een tip of zo wat zij van huis kunnen doen om ook de klimaatbeweging te ondersteunen? Ja, zeker. Van alles. Maar het belangrijkste is, doe iets. Doe iets wat bij je past. En verwacht niet dat met alleen jouw privégedrag dat we de wereld gaan veranderen. Dus ik zou zeggen, zoek een groep, een organisatie, een initiatief dat bij jou past en sluit je aan. Maak het groot. En het allerliefste zou ik willen dat mensen zich aansluiten bij de klimaatbeweging om volgende maart voor de verkiezingen de allergrootste klimaatdemonstratie ooit te organiseren. Want we hebben jullie allemaal nodig om dat mogelijk te maken. Dus waar je ook woont, wat voor rol je ook neemt, welke organisatie ook bij hoort, dat moeten we samen doen. Dus meld je aan, word actief lokaal en zorg dat dit de allergrootste klimaatdemo ooit wordt. Dankjewel. Misschien een van de dingen die ook nog, als je iets wil doen, Milieudefensie heeft operatie klimaatgroepen, daar kun je bij aansluiten. Momenteel zijn we vooral mensen aan het bevragen, wat vind je van wat er moet gebeuren, wat moet de overheid doen. Maar we hebben ook groepen die crowdfundingsavonden gaan organiseren voor de rechtszaak tegen Shell, die in december speelt. Dus daar kun je actiever zijn dan alleen iets tekenen. Of... Ja, en hoe kan je daar actief zijn? Wat doe je dan, wat voor taken krijgen, zeg maar? Sorry, dat vind ik. Wat voor dingen kan je dan daarin doen? Je kan in ieder geval met de operatie klimaatgroepen kan je mee deur aan deur gaan. Om mensen te vragen over wat ze vinden van wat voor klimaatbeleid er zou moeten zijn. En die stemmen die brengen bij elkaar en brengen weer naar de overheid toe. En je kan bij de Shell crowdfundingavonden kun je mensen verzamelen om geld in te zamelen om onze rechtszaak te steunen tegen Shell. Ja. Oké, super. Dankjewel. Ja, en heel veel sterkte allemaal. En laat je niet depressief maken door wat er gebeurt. Iedere druk op de groene plaat is er één en is nodig. Ja. En samen komen we. Ja, super. Dankjewel. Sterk. En succes. Ja, komt goed. I just want to say some words. Ja, oké. You're on the live stream. I'm Carlos de Oliveira. I'm a philosopher. I do art and music, but I don't call myself anything else than a philosopher. And I've composed a political ideology, which resolves a lot of these issues. So people are aware, to give people the knowledge. But people know what's right, to do what's right. So there's some of the greatest problems these days, that there's so much consuming. And people are not aware of what to utilize and what to consume and what to throw away. So giving people better information and instructions is something that we have taken as a responsibility with our party. It's a modern radical political party, which his name is KR. Check it out, it's very interesting, it's a political ideology. On YouTube, KR, the heart of peace and love. We're not doing promotion. It's not about promoting, I'll go give some answers up, some good advices about the climate change, the saving. So this party, just give, thank you for your attention. This party gives the people the right to instructions, the right to education, because a lot of misinformation. But don't you think it's a big responsibility for the government as well? Of course it is, but our governments are not so strongly educated to resolve those things. There's many different governments, so our party wants to elevate the level of knowledge in those areas, you know, with the better kind of system, because democracy is not honest. Democracy is a good in theory, but not in practice. So this is something different, democracy. So people should get involved. For sure. Yeah. Everybody, you know, it's the heart of peace and love, KR, the heart of peace and love. I composed myself because God is love. It's not religious, but it's taking for the religious guidance. So giving our children good guidance, religion good guidance. Peace and love, you know? And instead of using so much energy on picking each other, as many leaders do,
find out what we have in common to save our planet. It's more than 17,000 atomic bombs on our planet. Let's save any kind of amazing conflicts and just peace and love. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good luck to you. Hallo. Nou, kan ik jullie samen nemen? Ja hoor. Oh ja, nog niet te dichtbij. Ja. Wat vonden jullie daarvan vandaag? Ik vond het een goed protest, maar echt super, super sneu. Ja. Dat de overheid en dat de gemeente dit gewoon zo doet. En dat het gewoon totaal niet, het is gewoon totaal hypocriet en buitenproportioneel. Het fout is gewoon, alles hier aan is zo fout. Het komt zelden voor dat de gemeente gewoon echt gewoon zo duidelijk fout is. En dit was zo duidelijk fout en dan zijn ze ook met drie busjes. En de jongen zei net tegen mij, ja, dus waren meer agenten dan demonstranten omdat ze het zo hebben ingewerkt. En dan gaan ze nog een keertje rondrijden en intimideren. Het is echt op alle fronten belachelijk. Maar het protest zelf was nog steeds heel sterk. Want je voelt bij deze mensen, voel je echt van, fucking hell, er moet gewoon wat gebeuren. Er moet gewoon actie komen en het is nu gewoon niet genoeg. Dus we gaan ook door. Oké. En jij, wat zou je de mensen thuis willen meegeven die nu thuis zitten, zich net als ons boos maken van ja, de overheid werkt helemaal niet mee, maar tegen. Wat zou jij hun willen zeggen? Maar weet je, ik ben zelf moeder en ik merk dat heel veel moeders om me heen zich heel veel zorgen over maken. En ik zou zeggen, kom gewoon echt in actie, want met deze overheid komt het niet goed. Weet je, Rutte zegt zelf, de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. En dan heeft hij het over corona. Maar de vrijheid van Shell om meer en meer olie op te pompen gaat wel ten koste van de gezondheid van mijn kind. Ja. En ik pik dat niet langer. En ik wil andere ouders oproepen, van pik het niet langer. We hebben nog een hele kleine window of opportunity. En je moet daarvan gebruik maken. We moeten nu de overheid oproepen. Want als je het vertrouwen hebt in de overheid van het komt wel goed, dan weet je nu, dan heeft de overheid vandaag heel goed laten zien hoe ze erin staat. En met Shell als inspirerend voorbeeld weten we dat het niet goed komt. Oké, en waar kunnen mensen zich zo al aansluiten? Ja, er zijn heel veel bewegingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Ik zelf ben betrokken bij Klimaatmoeders en ook bij XR Amersfoort. Ja, mensen moeten vooral kijken waar ze zich thuis voelen, denk ik. Ja. Klimaatmoeders is een groep van moeders die zich heel veel zorgen maken. En wij proberen om het laagdrempelig te maken voor moeders om mee te doen. Je kan ons vinden op Facebook, Klimaatmoeders. Ja. Maar het maakt eigenlijk niet uit waar je aansluit. Als je maar uit je passiviteit komt en opstaat voor het klimaat. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijn dat je er was. En jij bent Fridays for Future. En wat is nou de rol van de scholier binnen de klimaatactivisten en binnen de klimaatbeweging? Ja, eigenlijk zou de scholier daar geen rol in moeten hebben, want ik hoor eigenlijk gewoon een jeugd hebben. Ik heb recht op mijn jeugd en dat is allemaal scholieren, maar doordat het beleid is zo problematisch en de kans dat het verandert is zo klein geworden en de overheid blijft maar gewoon super dom en super koppig doen, dat scholieren nu ook wel in actie moeten komen. Je ziet nu ook een soort van groeiende beweging van scholieren wereldwijd en ook in Nederland. Die gewoon dus allemaal denken van, fuck, dit gaat over onze toekomst en het gaat niet worden opgelost nu. Dus wij moeten zelf in actie komen. Dus dat is denk ik een grote rol die scholieren hebben, is gewoon in actie komen, de straat op gaan. Gewoon zeggen, hallo, dit is onze toekomst, we hebben hier recht op, want we hebben hier gewoon recht op. En gewoon dat eisen van de politiek dat ze ook zich gaan houden aan het klimaatbeleid, want dat doen ze niet en dat is gewoon nu zo belachelijk. Ze brengen gewoon een hele generatie niet alleen in gevaar, maar ze geven die generatie eigenlijk gewoon op. Zo van ja, jullie gaan de klimaatcrisis tegen, gefeliciteerd en nog een mooie dag verder. En dat is belachelijk. Dus de rol van scholieren is echt, kom in actie, roep anderen op in actie te komen en protesteer tegen dit beleid, want dit kunnen we niet pikken. Dankjewel Jesse. Graag gedaan. Ik heb nog één vraag, want je zegt ja, we moeten in actie komen, dat is allemaal waar. Maar is dat alleen vervelend of heeft het ook goede kanten? Het is zeker ook een goede kant. Activisme is niet alleen in de regen op een pleintje staan. Af en toe wel. Maar het is ook gewoon, het geeft heel veel energie en het geeft heel veel zo'n gevoel van dat je samen iets kan veranderen. En dat is zo sick. Want ook als je kijkt naar het verleden, eigenlijk vrijwel alle goede dingen, vrouwenstemrecht, recht op abortus en zo, die zijn allemaal veranderd door een revolutie en door activisme. En mensen die gewoon dachten van, hé, het kan zo niet langer. En dat geeft zo'n
het geeft mij persoonlijk echt wel een kick en zo van heel veel kracht. Dat we dit gewoon echt wel kunnen en dat we dit kunnen halen als we samenwerken en als we actie ondernemen. Oké, okay. Nou hartstikke bedankt, super. Graag gedaan. Moeten we daar nog... Ik denk dat we wel naar de afsluiting gaan. Oké, okay. Ja, laten we maar afsluiten. Oké, okay. Ja. Ik doe weer eventjes mijn mondkapje af, want er staat weer niemand om me heen. Ja, dat was het weer voor vandaag. We zijn nu een beetje aan het rondhangen, een beetje nog aan het bijkletsen over wat er op deze acties gebeurt, onze frustraties uiten, maar ook ja, plannen maken voor de volgende stappen die we kunnen maken. We hebben hele mooie speeches gehoord, we hebben interviews gehad met een paar van de mensen hier. Ik hoop dat het u, de kijkers thuis, ook heeft geïnspireerd om iets te kunnen doen. Ja, dat was de livestream van vandaag. En hopelijk komen er meer livestreams van de volgende acties. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Jullie allemaal. En fijne maandag nog. Ja. Dankjewel.